Tijdens de week van de circulaire economie. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het zogenaamde consuminderen en het hergebruiken van gebruikte materialen. Een belangrijke speel hierin zijn kringloopwinkels. Maar hoewel dit van oorsprong plekken zijn waar je gebruikte spullen voor een prikkie kon halen, worden hier tegenwoordig de prijskaartjes ook steeds hoger. Met winkelen in de kringloop steun je het maatschappelijk doel van de kringloop. En dat maatschappelijk doel gaat eigenlijk op twee fronten. Namelijk, je maakt werk van hergebruik. Goed voor het klimaat. Minder grondstoffengebruik, minder energiegebruik. En het is goed voor de mensen die er werken. De kringloopwinkel Er Zit Licht Iets Bijwa in Ewijk merkt dan ook dat het steeds drukker wordt. Ja, dat is, hier staan ze morgens om 10, 15 man voor de deur voor ze binnenmaken. En dat is echt wel populair op het moment, ja. Kleding en witgoed en alles hebben wij. Dat zeg ik altijd. Ook in de kringloopwinkel stijgen de prijzen. Maar ondanks dat is het nog steeds voordelig om hier te gaan winkelen. De prijzen die gaan dus wel iets omhoog, maar het loont nog steeds wel om in een kringloop te winkelen. Absoluut. Ik bedoel, ik was laatst bij een kringloop die ook in het nieuws kwam, omdat de prijzen daar zo enorm hoog zouden zijn. Daar werken ze met standaardprijzen, waarbij een standaardprijs voor kop en schotel bijvoorbeeld 90 cent is. Ja, ik denk dat het dan wel degelijk loont om naar de kringloop te gaan. Waar vaak de verwarring bestaat, is prijzen in de kringloop. Ieder artikel moet uniek geprijsd worden. Dat is en blijft mensenwerk. En daar worden natuurlijk wel eens vergissingen gemaakt. Naar boven en naar beneden. De centjes zullen ook wel een rol spelen. Wij tellen ongeveer een 20% van de nieuwwaarde. Dus als het iets 10 euro kost, ja, dan is het bij ons 1,50, 2 euro. Dus dat scheelt nog wel iets. Wij zijn een stichting, wij geven alles aan goede doelen. Ja, maar er komen steeds meer particuliere winkels. En die zijn natuurlijk duurder, want die moeten ervan leven. Voor de spullen die niet geschikt zijn voor de kringloopwinkel wordt ook een goede oplossing gezocht. Nee, die komen ook niet bij het afval. Dat doen wij in bananendozen en dat gaat naar Afrika of Georgië. Dat gaat allemaal weg. Alle spullen die heel zijn, die worden verkocht. Wel voor een hele minimumprijs, want dat moet vervoerd worden. Dus dat kan nooit veel opbrengen. En er gaan containers vol gaan zo naar Afrika en andere landen.